Ik heb afgesproken met Ferit. Ferit is de vader van Ashraf. En dat is een jongen die vorig jaar is omgekomen in Syrië. De dood van Ashraf heeft voor veel ophef gezorgd. Ik wil van zijn vader proberen te begrijpen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Ja, ik zal u even laten zien. Want je zou willen denken dat is meer dan een jaar dat die dood is. Ja. Of laat ik zeggen vermoord. Maar bij mij is het als gisteren gebeurd of vandaag. Hier? Ja, dat was zijn kamer. Zijn bed was aan deze kant in Bero daar. Nee, Bero was eigenlijk aan deze kant. Daar was een kledingkast. En op een gegeven moment ging die ook deze deur met... door hem met stoel steunen, dat hij hem niet ook open kan krijgen. Waarom? Jij wil nog niet dat ik eigenlijk ga kijken wat hij op Facebook deed. Op zijn Facebook zag ik wel namen die ik eigenlijk niet normaal... niet Marokkaanse namen in ieder geval. Maar Abu Jihad, Abu Jaja, Abu dat, weet ik het. En ook heb ik dat gesprek gelezen die hij gewisseld had met hun. Ik zeg, nou, nu moet je inloggen, want dat is... Ik ben er nog helemaal klaar mee. Hij heeft die ingelogd. Ja, zag ik wel die verhalen. Ik zei, Ashraf, je wil niet meer naar mij luisteren. Ik pakte de computer zo. Ik gooide hem tegen de grond. Patsch. Nou, die bestoek heb ik bewaard, opgeruimd. Volgende dag heb ik een laptop voor hem gehad. Van Ashraf, het spijt me. Het is niet mijn bedoeling om je computer kapot te maken. Maar ik ben bezorgd om jou. Vandaar heb ik de computer. Maar ik kan je niet zonder... computer laten. Maar ik wil dat jij graag van die mensen uitblijft. Ondanks de bezorgdheid van zijn vader bleef Ashraf contact houden met de ronselaars. Op een dag verdwijnt hij spoorloos naar Syrië. Daar sterft hij. Ik had zo'n sterk gevoel, want elke stap die ik buiten hoorde, denk ik dat het mijn zoon is. Elk geluid die ik hoorde, denk ik dat het mijn zoon is. Of zat u dacht, hij komt ieder moment thuis? Ja, hij komt elk moment thuis. En heb ik ook eigenlijk wel eens vaker gezeten met een stoeltje en dan de raam open, het raam zitten te kijken van, zou mijn zoon komen? Hij zou wel mooi zijn als hij mij ziet. Dat ik op hem wacht. Zat u hier op een stoel? Ja. Eigenlijk uit het raam te kijken en te wachten tot hij thuis kwam? Ja. Ja, het is... Het is heel moeilijk. Want dat zijn die momenten die je eigenlijk... dat zijn momenten die je makkelijk kan vertellen. Dan dat je zo mij maakt. Wat mij maakt is elke minuut, een uur, elke dag is een jaar. Dat gemis in mijn hart. In mijn hoofd, als die terugkomt en dan wil die nog gaan... zou hem niet meer lukken, want ik ga hem echt niet... Loslaten. Loslaten. Echt. Dus. Allah yarhamuna. Had u ook het gevoel van ik heb gefaald? Het gevoel heb ik gefaald, dat heb ik nog steeds eigenlijk. Ik heb wel gefaald, ja. Niet als moslimvader, gewoon als vader. Waarom als vader? Want ik had gewoon mijn kind ook blijven begeleiden, ook naar de moskee toe. Niet alleen maar naar school en naar sport en naar zwemmen en naar pretparken. Maar ook naar de moskee had ik hem moeten begeleiden, niet alleen laten gaan. Als ik mij was gegaan naar de moskee, dan hadden ze misschien dat de ronselaars niet geen kans hadden gekregen. Ten tweede had hij beter in mij geloofd, want ik ging over islam vertellen. Dan denk je, ja, je gaat niet eens naar de moskee en dan zit je over islam. Dan had u uw mening over de islam wat serieuzer genomen. Ja, en dan denk je, ja, je gaat niet eens naar de moskee. Dan kun je mij over de islam praten. Dus dat is de punt die ik aan zichzelf door weet. Ik heb altijd vanuit mijn opvoeding, en denk ook cultuur, heel erg meegekregen dat ik naar mijn vader moet luisteren. Maar is het iets wat u hem ook zo heeft meegegeven, zoals ik dat dus blijkbaar heb meegekregen? Ja, ik heb hem gegeven, want kijk, ik moest ook naar mijn ouders luisteren. Bijvoorbeeld, ik kwam naar Nederland op 17 jaar leeftijd. Ik mocht niet naar de disco van mijn vader en moeder. Ik moest om 8 uur thuis zijn. Maar dat heb ik eigenlijk niet bij mijn kinderen gedaan. U heeft niet het gevoel dat juist die vrijheid uiteindelijk het probleem... of dat het daar fout is gegaan? Ja, ook.
Door die vrijheid. Door die vrijheid.